Hoi, ik heb een boek geschreven. Het heet Het is aan ons. En het gaat over hoe wij met een kunstenaarsmindset eigenlijk grote problemen, vraagstukken, uitdagingen van deze tijd kunnen aanpakken. Nou, het boek is een aantal jaren onderweg geweest. Ik ben gaan schrijven toen ik als componist aan het werk was in het Midden-Oosten. En op allerlei plekken, midden in de samenleving eigenlijk, mijn muziek bracht. En ja, zag hoe dat werkte. Hoe soms verschillen tussen mensen konden worden doorbroken. Hoe contact kon worden gemaakt. Maar ook hoe het soms helemaal misliep. Welke misverstanden er spelen als je eigenlijk vol idealisme ergens aan de slag wil gaan. Nou, die ervaringen heb ik beschreven in een boek. En ik heb eigenlijk gemerkt dat muziek en kunst in het algemeen staat voor een mindset. Het is niet zozeer alleen maar iets wat sommige professionals fantastisch goed kunnen, maar het is iets wat in iedereen zit. En hoe we dat naar buiten kunnen krijgen, naar boven kunnen krijgen, hoe we dat aan de oppervlakte brengen en eigenlijk ja, activeren in een tijd vol onzekerheid, vol grote uitdagingen, nou, daar gaat het over. Ik ben nu met de laatste details bezig. Het is een hele stapel papieren. Ik ben met de correcties bezig. Maar het staat al prachtig aangekondigd in de najaarsaanbieding van uitgeverij Atlas Contact. Je kunt het dus ook nu al reserveren. Nou, ik hoop heel erg dat je het doet en me laat weten wat je ervan vindt.